Het was druk bij het nieuwe muziekfestival ZMS2C in Goes. Het evenement, op allerlei locaties in de Goese binnenstad, is een initiatief van de Zeeuwse Muziekschool. Honderden muziektalenten deden eraan mee. Dit festival is georganiseerd omdat wij als Zeeuwse Muziekschool willen laten zien dat een muziekschool meer is dan les alleen. Dat er ook resultaten uit voortvloeien. En dat zijn niet alleen de resultaten die we nu boeken, maar ook resultaten vanuit het verleden. Die resultaten zijn oud-leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool, die inmiddels bekende muzikanten zijn geworden. Een van hen is de Zeeuwse trompetist Rick Mol. Het festival wordt vanavond afgesloten met een concert in de Goese Grote Kerk.